U bent hier iets aan het vieren met elkaar, of niet? Ja. 20 jaar Toets en Bas. Afgelopen januari 20 jaar, maar vanwege coronatoestanden is alles teniet gedaan. Hè? Ja. En ja. Nou zijn we eigenlijk gewoon bij elkaar om voor het eerst om wat te praten en te vergaderen. Maar... Ja, maar het wordt steeds gezelliger, wou ik zeggen. Ja, mooi. Ja, er gebeuren dingen die ik niet verwacht had. Nee. En daar hebben ze ook allemaal mee moeten wachten sinds, april van dit jaar. Hè? Ja, nou ja, ik kom ook proberen een bijdrage te leveren aan de gezelligheid. Want ja, de 20 jaar jubileum. U bent hier gezellig bij elkaar. Dat moest dus uitgesteld worden. En ik kwam... Ja, weet je, ik ga ook gewoon meteen maar met de deur in huis vallen, want ik kom iets koninklijks brengen eigenlijk, hè. Voor iemand hier. daar houden we nog even in het midden wie dat dan precies is. Want ja, weet je, als je het zo lang een club vormt, 20 jaar lang, en dat niet alleen, maar daar ga ik zo naar wat meer over zeggen, dan hoort dat in het hoofdstukje thuis, waarvan je wel eens tegen mensen zegt, als je ze druk bezig ziet, van die zou een lintje verdienen. Hè? Dat kennen we allemaal wel, dat gevoel. Hè? En in Kuik en in onze gemeenschap mogen we vaststellen dat we best veel van die mensen hebben. Die zich volop inzetten op tal van terreinen, of het nou sport is, hier mooi watersport, of muziek, of cultuur, op andere vormen, of maatschappelijk. Wij hebben veel van die mensen waarvan we denken, die maken onze samenleving warmer, mooier en rijker. Je hebt mensen die dat doen, vol inzet en ook pontificaal op de voorgrond staan, altijd in schijnwerpers, en je hebt van die stille krachten die zorgen dat het motortje blijft draaien en dat de vereniging in alle opzichten gefaciliteerd wordt. De wat meer bescheiden krachten en volgens mij, maar misschien heb ik het helemaal mis en dan hoor ik het dadelijk wel, staat zo'n man hier naast me. Die zou ik willen omschrijven als een man waar letterlijk en figuurlijk muziek in zit, ongelooflijk veel uur steekt in vrijwilligerswerk, maar hij vindt het niet zo nodig dat mensen, en zijn vrouw staat hier, waar is Elise? Ja, kijk eens, die heeft me dat verteld. Hij vindt het allemaal niet zo nodig als verteld wat hoeveel uur die allemaal insteekt. 75 jaar oud, en vandaag dus dubbel feest, hè? Want 20 jaar Toets en Bas, dat was al in januari, maar we maken er vandaag echt een dubbelfeest van. Ik heb het over de oprichter van het allereerste uur, dat is een oprichter altijd, dus ik maak me schuldig aan een dubbelop contaminatie. De oprichter van het eerste uur, zeg ik toch nog een keer, van Toets en Bas, Joop van Halen. Het gaat om uw inzet van die afgelopen jaren. Dat is het type inzet waar ik het daarnet over had, die onze samenleving mooier, warmer en rijker maakt. In 2000, makkelijke rekensom hè, 20 jaar hebben we al een paar keer gezegd, in 2000 is het dus opgericht. En door u als muzikaal leider, dirigent, maar dat niet alleen, ook het verzorgen van dat je kunt optreden ergens, het verzorgen van de oefenruimte, de PR, hè, dat ze weten wie Toets en Bas is en waar ze allemaal optreden. De contacten met de verzorgingshuizen. De vervanging van de drummer als die niet kan. Eigenlijk gewoon, dit lijstje is vast niet helemaal compleet, maar gewoon alles. Samen met DDC. Samen met DDC, ja. Ja, maar dit soort dingen verdien je altijd samen. Daar zullen we dadelijk nog iets van zeggen. U was ook muzikaal leider en accordeonist van het Beerse Visserskoor. En oprichter. En oprichter, ja. Kijk aan. Van 1999 tot 2011, als ik het goed heb. Maar dan is de lijst nog niet compleet. Want we hebben het ook van 2004 tot 2014. Dat u de initiatiefnemer en organisator was van de muziek- en accordeonbeurs. Ja. Ja. Ja, ook ja. Maar dat is toch niet op de maand afgeteld. Maar ja, dat zijn natuurlijk gelegenheden. Hè? Dat is, liefhebbers en muziekbeoefenaars uit het hele land troffen elkaar daar op een laagdrempelige manier. Een echte Land van Kuikse evenement was dat. En ook daar verzorgt u de PR. Want ondanks dat u dit jaar 75 bent geworden,
gaat u door met al die bezigheden, het intensieve vrijwilligerswerk. En dat doet u met hart en ziel. U bent een man met een gouden muzikaal hart. Zo eentje die een lintje verdient. Oh. En ja, daar is iedereen het hier, en we kunnen het ze vragen trouwens hoor, maar daar is iedereen het hier volgens mij helemaal over eens. En dus, ja. Dat is instemming. En dus kan ik nu vol overtuiging die mooie en beroemde zin gaan uitspreken. Ik ga er maar eens klaar voor staan. Want het heeft zijne majesteit de koning behaagd om u bij koninklijk besluit van 20 februari 2020 te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd. Dank u. Kijk, dat is ook handig, hè? Ik zou daar nooit met de hand onder kunnen. Ja, mooi, gefeliciteerd. Om weer ontvangst te nemen. Want zo is het natuurlijk wel. Voor een groot deel doe je dat samen. Dankjewel, burgemeester, voor de mooie lovende woorden. En ik zou zeggen, neem er een, want we zullen doorstappen. Ik heb er wel dorst van gekregen. Ja. Ja, dankjewel. Ja, je kan nog vies. Ja, dankjewel.